Je kunt het je bijna niet voorstellen hoe het zou zijn om geen gebruik te kunnen maken van water. Toch leven ruim 1 miljard mensen wereldwijd zonder schoon water. En zelfs 2 keer zoveel mensen moeten het doen zonder wc. Prins Willem-Alexander doet deze week in New York zijn best om dit enorme probleem hoog op de politieke wereldagenda te krijgen. Allereerst kunnen we niet zonder drinkwater, dat weten we allemaal. Maar vooral sanitaire voorzieningen. Kijk, u en ik weten dat we onze handen moeten wassen voor het eten. Dat hebben we thuis zo geleerd. Maar een heleboel mensen... is dat al zo'n grote stap in de goede richting zijn voor hun gezondheid. Het feit dat wij wc's hebben, dat is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Bijna 40% van de wereldbevolking heeft geen sanitaire voorzieningen. Dat betekent dat ze geen plaats hebben om hun behoeftes te doen. Voor veel vrouwen, zeker in plattelandgebieden, betekent dat ze moeten wachten tot het donker is. Met allemaal urologische gevolgen van dien. En dan, als ze dan uiteindelijk hun behoefte kunnen doen in het donker, achter een bosje of in een open veld, zijn er allerlei gevaren van verkrachting of aanranding. Dus het is echt verschrikkelijk. We kunnen bijna niet voorstellen in de westerse wereld wat het betekent om geen toegang te hebben tot goede sanitaire voorzieningen. De prins staat er niet alleen voor. Premier Balkenende en minister Koenders hebben ook al diverse VN-bijeenkomsten bijgewoond, omdat ook zij vinden dat het probleem moet worden aangepakt en er niet slechts over moet worden gesproken. Een bespreking als deze heeft natuurlijk alles te maken met het maken van afspraken en vooral commitment. Dat landen veel doen aan dit onderwerp, dat ze concrete projecten doen, dat ze ook ontwikkelingslanden helpen met de overdracht van kennis en zorgen dat de situatie beter wordt. Dat is ook het doel van dit soort bijeenkomsten. We zijn met de Engelsen in de weer geweest om hele concrete plannen voor te leggen in 20 landen. Dus dat we weten wie wat doet, welk land steunt het, wat doet het land zelf, welke bedrijven kunnen we gebruiken. Ook in Nederland zijn er een heleboel waterbedrijven die een ontstekende naam hebben vanwege ons gevecht tegen het water. En het wordt dus allemaal heel concreet, het is niet alleen maar iets van verklaringen. De premier trekt ruim €1 miljard uit om 30 miljoen mensen te helpen aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Hij hoopt dat dit een voorbeeld is voor andere landen. Schoon water en sanitaire voorzieningen is een van de VN's millenniumdoelen. Prins Willem-Alexander is optimistisch over het behalen van de doelstelling. Idealiter zou het zijn als iedereen goede water en sanitaire voorzieningen heeft. Maar als we de helft al halen, wat onze doelstelling is, dan kunnen we heel tevreden zijn. Op dit moment liggen we op koers voor wat betreft drinkwatervoorziening. Als u mij gevraagd had 7 jaar geleden of dat haalbaar was, dan had ik absoluut nee gezegd. Dus het is al vrij uniek dat we dat gaan halen. Op het gebied van sanitatie boeken we grote vorderingen. Maar we gaan waarschijnlijk niet onze doelstelling halen om te halveren van het aantal mensen dat geen goede sanitaire voorziening heeft. De bewindslieden en de prins zijn nog tot het einde van de week in New York.